Oké, het is done. Ik heb een pony. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag, het is dinsdagochtend en het is 7 uur. Ik ben nog niet zo lang wakker. Ik heb ook geen make-up op, zoals jullie zien. En ik wacht tot Olivia wakker is en dan gaan we lekker ontbijten. En dan ga ik werken en spreken doen. En ik ga naar de kapper vandaag ook nog. Ik moet nog wat shooten. Ik heb vanavond een event met Tommy Hilfiger waar ik heel veel zin in heb. En ik moet ook ergens... Oh ja, ik heb een lunch met Louis Vuitton vandaag. En ik heb... Ik moet even naar kantoor, 2 uurtjes. En wow, ga ik dit allemaal doen in 1 dag. En ik moet mijn koffer dus inpakken, want ik ga naar Milaan. Dus ja... Kijk gezellig mee. Ik ben nu bij Knap en ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik denk zo. En ik heb net mijn spraytan gehad. Daar ben ik echt super blij mee. Alleen, ik heb hier nergens normaal licht. Nu ga ik snel naar huis en me aankleden en dan lunchen. Oké, ik heb me even snel omgekleed. Ik vind dat ik er wel een beetje zakelijk uitzie. Ik heb dit jasjurk dingetje aan van Zara. En deze schoenen van Louis Vuitton. Wacht. Deze schoenen van Louis Vuitton. Maar ik had verder geen zin om na te denken over mijn outfit. Dus dit is het geworden. Ik heb geen zin meer om me om te kleden ook eigenlijk. En ik neem even een warme jas mee. Ik denk deze. Die heb ik trouwens nieuw van de H&M. En deze heb ik nieuw van Urban Outfitters. Dus die neem ik mee. En lipstick neem ik mee. En dit zijn mijn sieraden van mijn armen. Horloges van Cartier, armbands van Hermes, die love bracelets van Hermes, ring is van Dior, middelste ring is van Mimoneda en die is volgens mij van H&M of ASOS ofzo. Ik moet gaan. Ik heb een nieuwe handtas. Zullen we hem gaan unboxen? Even snel nog. Ik ben weer thuis. Oh, ik denk dat ik zo blij ben nu. Ik ben weer thuis na de lunch voor de Louis Vuitton trunk thingy. En het was heel leuk, maar ik wilde jullie even snel mijn nieuwe Prada-tas laten zien. Ta-da-da-da! Ik ben er echt super blij mee. Wacht, ik sta niet scherp. Dit is hem. Ik wilde hem al heel erg lang. Wacht, ik ga hem even zo neerzetten. En ik had heel erg getwijfeld en nu dacht ik, nee, ik ga hem gewoon kopen. Het is super zacht leer. En dit is hoe die open gaat. Zo. Dan doe je deze klep zo open. En dit is de binnenkant. Ik heb nu mijn lipsticks en zo erin gedaan. Want ik moet zo weer gaan. En zo gaat hij dicht. Er zit een ketting aan, dus je draagt hem zeg maar zo. Dus de perfecte. Dus ik vind hem perfect. Dus ik ben heel blij mee. Mijn vlogcamera en mijn telefoon passen erin. Dus voor mij is hij perfect. En ik heb een leuke trui gekregen voor Fashion Week. Die wilde ik zelf hebben. Ik heb hem ook zelf uitgekozen. Ik vind hem echt heel vet. Waar Habana op staat met al deze kleuren. En die is van Stieglitz. Ik zal een linkje hieronder posten. Dus die ga ik ook even inpakken nu. En ik ga nu snel mijn koffer inpakken. En dan een foto maken voor Tommy. En dan, sorry, ik ben hier niet scherp. Naar de kapper snel. Pony knippen. Maar ik ga zo filmen bij de kapper. En ja, dan ben ik vanavond laat thuis. Dus let's go. Ik ben aangekomen bij de kapper. En mijn haar is net gewassen. En we hebben een toner gedaan. Ik wil het eigenlijk verven, maar... Vandaag is zo'n hectische dag dat ik helaas geen tijd meer heb. Ik moet snel door naar Tommy zo meteen. Dus ja. Nu gaan we de pony knippen. Oké, it is done. Ik heb een pony. Ik moet er zelf nog wel een beetje aan wennen. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Ik ga zo een foto op Instagram posten. En dan hoor ik jullie reacties wel. Dus ja. We will see. Ik ben aangekomen in de Tommy winkel. En de kleding van Gigi die hangt hier al. En het is echt super leuk. Ik zal het even filmen. Deze jas is echt super mooi. En dit had ik nog niet gezien. Ik had al wel een lookbook gezien. Kijk hoe cool dit jasje is. En daar is dus ook zo'n broek van. Echt super nice. Deze is ook cool. En je hebt van die lekkere vesten. Die zijn trouwens echt super zacht. Dit is dus wat ik vandaag aan heb. Deze.
Die pet vind ik ook heel leuk. En je hebt ook een... bomberjackie die ik heel cool vond. Deze. Die is trouwens ook wel leuk. Oké, guys. Ik ben weer thuis. En Sander is eindelijk terug. Uit Amerika. En het is hier echt één chaos van spullen. Ik moet super veel inpakken voor Milaan. Sander gaat mee. Die heeft al ingepakt. Ik moet eigenlijk over mijn outfit en zo nadenken voor Fashion Week. Maar mijn hersenen werken niet echt meer. Dus ik ga gewoon snel wat inpakken. Het was echt super leuk bij Tommy. Alle meiden die de giveaway gewonnen hadden, waren super lieve meiden. Dus dat was leuk. En ja, het was heel leuk. Ik ga nu even echt als een gek inpakken. En dan zie ik jullie zo. Oké, dat was het weer voor vandaag. Spullen ingepakt. Sander thuis. Hoe was je trip naar New York? Heb je gevlogd? Sander is moe. Sander wil niet meer praten. Ja, ik ga slapen. Eventjes. En dan morgenochtend naar Milaan. Wow, ik heb hier een streep van mijn spraytan. Oké. Ik ben trouwens echt blij met mijn nagels. Ik heb mijn nagels vandaag weer laten doen door Tanja. Is het mooi? Rust jongens, tot morgen. Goedemorgen, wij zijn in Milaan. En mijn pony zit een beetje waar. Daar moet ik echt elke dag nu aan wennen, denk ik. Ja, wij zijn in Milaan en het is ochtend. En de eerste show waar we naartoe gaan is Max Mara. Dit is wat ik aan heb vandaag. Ik heb dit pak aan van Naked, Off-White riem en schoenen van Jimmy Choo. En deze Gucci tas. Misschien moet ik iets op mijn hoofd doen, Sanne, of niet? Oké, wij komen uit de show en we gaan even een kopje te go halen. Mijn camera is weer kapot. Ik heb ontmoet. Mij even waar ik naartoe moet. Naar de Family Show nu. Ik ben in de auto naar de show en ik heb Alex Klasset. Hallo. Het is haar Instagram gevonden. Alex is ook een super schattige baby en een hele leuke Instagram account. Dus I don't understand anything, but... You hear Instagram account, right? Ja. Yeah, Alex is too. From Paris. Oui. Bonjour. Oui, oui, oui. Bonjour. Ja. Alrighty, dus we gaan lekker even eten en dan gaan we naar de Furla presentatie, want we zijn echt uitgehongerd. So let's go. Hello, Tamara. My favorite is amazing. Oh, goedemorgen, dat had ik nog niet gezegd. Ik ben net naar de Totshow geweest en ik zit nu in de auto met San. We gaan naar de Duomo, naar de roof. Maar ik moet mijn vlog even afsluiten, want de vlog komt overmorgen alweer online. Dus bij deze, goodbye. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En we gaan dus nu naar Zuid-Frankrijk vandaag. En nog in Milaan. Dus dat zien jullie allemaal in de volgende vlog. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie woensdag weer. Mwah. Mwah. Mwah.